vraag van de heer Wilders. Voorzitter, misschien mag ik beginnen met te zeggen dat het toch een tijd geleden is dat ik met deze minister in debat stond. Ja. Volgens mij was dat de twee wekelijkse sessies over corona. Dat is alweer een tijdje geleden. Leuk u hier weer te treffen. Dank, wederzijds. En het moet een zwaar debat voor u zijn, want u praat graag en u mag niks zeggen vandaag. Ja, maar het is wel waar. Ik zou toch aan u willen vragen, want ik snap het natuurlijk en ik weet dus geen ander, net zoals mijn collega's, hoe belangrijk die commissie Inlichtingendienst en Veiligheid is van onze Kamer. Maar u snapt ook dat publiekelijk er op een gegeven moment wel, en hoe eerder hoe beter wat mij betreft, er helderheid ook moet komen. Dat is dan niet uw taak als baas van de AIVD in de politieke zin. En de staatsveiligheid moet dan ook nummer 1 staan, dat respecteer ik ook. Maar weet u, er zijn twee manieren waarop de Kamer en ook het publiek in Nederland daar iets meer over te horen moet krijgen. Dat is of dat uw Tsjechische autoriteiten zeggen van we declassificeren nu, want dat zou u dan ook eventueel, als u dat wil, de vrijheid geven om wat te doen. Of er komt al dan niet een ambtsbericht van het Openbaar Ministerie of van het AIVD aan het Openbaar Ministerie. Dan horen wij op een gegeven moment, er is iets aan de hand of er komt geen ambtsbericht en er is niets aan de hand. Kunt u iets van een indicatie aangeven wanneer naar uw eigen inschatting, en ik snap dat dat moeilijk is, de Kamer en dus ook Nederland kan weten wat er aan de hand is? En niet alleen de commissie stiekem, want dat begrijp ik, de commissie inlichting en veiligheidsdiensten, sorry voorzitter, zo heet die commissie, niet de commissie stiekem. Wanneer kunnen we openbaar, in alle redelijkheid, naar uw mening, u weet dat beter dan wij dat weten, hier meer over vernemen? Voorzitter, ik kan dat niet zeggen. En ik denk dat de heer Wilders dat ook moet snappen. Ik kan dat niet zeggen. En dat heeft ermee te maken dat ik niet kan ingaan op het werk van de inlichting en veiligheidsdiensten. Op de inhoud van het werk van de inlichting en veiligheidsdiensten. Misschien, voorzitter, nu ik de vraag zo hoor van de heer Wilders, draai ik mijn blokjes even om. En begin ik met blokje 2, namelijk wat is het handelingsrepertoire van de dienst? En daarna ga ik dan in op wat kunnen we wel en niet precies in deze kwestie zeggen. Maar misschien om het echt goed toe te kunnen lichten, moet ik eerst ingaan op wat is eigenlijk het handelingsrepertoire van de dienst. Kijk, heimelijke beïnvloeding is vaak onzichtbaar. De inlichtingendiensten hebben daar al langere tijd voor gewaarschuwd dat die inmengingsactiviteiten plaatsvinden. En misschien goed om toe te lichten, wat kan de AIVD allemaal inzetten aan bevoegdheden om dit op het spoor te komen? Dan gaat het over hacken, dan gaat het over tappen, dan gaat het over afluisteren, dan gaat het over het raadplegen van informanten, het gaat over het inzetten van agenten, bronnen en operanten om die bronnen aan te sturen. Het gaat over het doorzoeken van woningen, het gaat over het afluisteren in woningen, het gaat over het gebruik van bulk datasets, bulk interceptie, et cetera. Dat kan de dienst allemaal aan bevoegdheden inzetten, omdat het allemaal behoort tot de bevoegdheden die u heeft toegekend bij wet aan de AIVD. Wat is het doel daarvan? Nou, dat is eigenlijk met name het inzetten op attributie. Dus aan wie kan deze inmenging worden toegeschreven? Wie zit erachter en waarom? Dus wie is het en wat is de intentie? Dat is eigenlijk met name het doel van de dienst. En dan gaat het vervolgens over, maar wat kan de dienst dan doen op het moment dat de dienst het op het spoor is? Dus wat is dan eigenlijk het handelingsrepertoire nadat die bevoegdheden zijn ingezet? Om te beginnen is dat het kunnen uitbrengen van een ambtsbericht. Een ambtsbericht aan het Openbaar Ministerie, zodat het Openbaar Ministerie in staat wordt gesteld om eigenstandig een strafrechtelijk onderzoek op te starten. Kan dat ook als er politici in beeld zijn? Ja, dat kan ook als er politici in beeld zijn. Het tweede is, AIVD kan een mededeling uitbrengen. Op basis van die mededeling kan de ontvanger tot actie overgaan. Dat kan een partijvoorzitter betreffen, maar dat kan ook een andere functionaris betreffen die iets moet met de kennis die de AIVD heeft om daarmee de inmenging af te stoppen. Derde is, de AIVD kan een waarschuwingsgesprek voeren met een partij bijvoorbeeld waarvan men ziet er is wel heel erg veel interesse in deze partij en laten we nou voorkomen dat die partij in alle naïviteit daarin meegaat. Dan is een waarschuwingsgesprek op zijn plek. En tot slot kan de AIVD informatie derubriceren, openbaren, bewust ook om inmenging kapot te maken, om iets te exposen wat op geen enkele andere manier afgestopt kan worden. Dus dat kan allemaal, dat is allemaal het handelingsrepertoire. Dus we hebben een hele set aan bevoegdheden toegekend aan de AIVD. We hebben vervolgens een vrij breed handelingsrepertoire. En waar u vanuit kunt gaan, is dat de AIVD die bevoegdheden kan en zal inzetten als daartoe aanleiding bestaat.
Waar u vanuit moet gaan is dat die AIVD het hele handelingsrepertoire zal inzetten als daartoe aanleiding bestaat. En waar u vanuit moet gaan is dat de regering zal overgaan tot een vervolgingsbeslissing als daartoe aanleiding bestaat. Kortom, ik snap het ongemak van de berichtgeving van de afgelopen dagen, zeker. U kent de beperkingen die ik heb om het werk van de dienst open met u te kunnen delen. Daarvoor bestaat de CIVD. Wil dat zeggen dat het nooit in de openbaarheid komt? Nee, dat wil het zeker niet zeggen. Want zowel de AIVD als ook het kabinet zal alles doen wat haar ter beschikking staat. Alles gebruiken wat haar ter beschikking staat om heimelijke beïnvloeding tegen te gaan. Nou, voorzitter, ik begrijp dat 100%. Ik heb daar ook geen kritiek op, want zo werkt het. En de minister zegt dat voortreffelijk. Alleen ik heb ook gelezen in de brief dat u dit weekend, of een van uw ambtenaren van de dienst wellicht, nog heeft geprobeerd te informeren bij uw collega's in Tsjechië of ze nog van plan waren om meer informatie te geven. Ja. En dat heeft u niet voor niets opgeschreven. Dat betekent dat de Tsjechen ook hadden kunnen zeggen, misschien over een week of over een maand zeggen, Dit kunnen we wel republiceren. Dat kan op twee manieren. Dat kunnen ze in de openbaarheid brengen. Ja. Ja, goed, dan weten we het allemaal. Maar ze zouden ook aan u kunnen zeggen van, nou ja, je mag het niet alleen gebruiken, maar wij als eigenaar van die informatie mag u het openbaar maken. Ja. In dat laatste scenario, in dat eerste scenario, wordt het gewoon openbaar. Ja. In het laatste scenario, maakt u het dan ook openbaar? Of zegt u van, nou ja, ook dat is maar de vraag, afhankelijk van waar wij al dan niet met ambtsberichten mee bezig zijn. Ja. Ja, het is eigenlijk dat laatste. Maar misschien toch even om dat toe te lichten. We hebben natuurlijk contact gehad met de Tsjechische autoriteiten. En ik heb de vraag daar wel iets anders gesteld dan de wijze waarop de heer Omtzigt dat formuleert. Dat was toch met een appel op de Tsjechen om het nu openbaar te maken. Maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Want dat zou ik ook niet accepteren als een andere lidstaat van de Europese Unie dat in onze richting zou doen. Want zoals de Nederlandse regering zich verhoudt tot de AIVD, verhoudt de Tsjechische regering zich tot haar inlichting- en veiligheidsdienst. En er kan een bewuste overweging zijn om zaken openbaar te maken. Nou, dat heeft men bewust gekozen om daarmee de heimelijke beïnvloeding te stoppen, kapot te maken eigenlijk. Maar men heeft ook bewust gekozen tot hoever men wil gaan. En ik kan niet overzien wat de reden daarvoor is. Mogelijkerwijs heeft dat met strafvervolging te maken. Mogelijkerwijs heeft dat met een nader onderzoek wat nog loopt te maken. Met signalen of leads die nog in onderzoek zijn. Dat kan ik allemaal niet overzien. En zoals wij het logisch zouden vinden dat de Tsjechen aan ons zouden vragen, zijn jullie nog van plan om nog meer openbaar te maken op enig moment in de tijd? Zo hebben wij ook de vraag gesteld aan de Tsjechen. Maar ik ga niet de vraag stellen, u moet dit openbaar maken, want dat wil ons parlement. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Wat overigens tussen inlichtingendiensten wordt gewisseld, ja, dat is uiteraard vertrouwelijk. Want in het inlichtingenkanaal vindt heel veel contact plaats. En dat is ook zeker niet beperkt natuurlijk tot deze casus, ook niet met de Tsjechische dienst. Een laatste vraag in deze ronde. Kijk, ik snap allemaal wat de minister zegt, maar de minister snapt ook, en hij gaat, het enige wat voor hem moet tellen is nu, het belangrijkste wat moet tellen is de staatsveiligheid. Ja. Maar u begrijpt ook het ongemak aan deze kant. Zeer. En ook in de Nederlandse samenleving, dat er wellicht, ook zelfs dat weten we niet, sprake is van een omgekochte politicus. En wij dat niet weten, laat staan wie. Nou zijn er twee mogelijkheden. Ik heb ze net al geschetst, maar er is een mogelijkheid dat wij op een gegeven moment zouden kunnen horen wie het is. Maar misschien is het laagdrempeliger om te zeggen dat het zo is. Dus ik snap dat, stel nou dat er een ambtsbericht is en dat gaat strafrechtelijk, dat je dan niet kan zeggen Pietje is het, dat schrijft u ook in uw brief, want Pietje of Truusje, die weten dan, als ze dat al niet weten via een ambtsbericht en een bericht van vervolging of opsporing van de autoriteiten van het Openbaar Ministerie, brengt de overheid zichzelf als een nadeel ten aanzien van die persoon. Maar ik zit te zoeken, is er tussen dat en het enkele feit dat u zegt, nou, dat een Nederlands politicus is omgekocht, bevestig ik of ontken ik, zonder dat u de naam of al dan niet noemt, en nogmaals, als u het ontkent, hoeft u ook geen naam te noemen, is die drempel dan lager en zou u dan daar eerder door over kunnen gaan dan dat wij, wat we het liefste willen, aan uw man en paard vragen, de naam vragen, als u dat niet hoeft te doen, alleen maar zegt, want daar zou Nederland al mee geholpen zijn, het is wel zo, of nog beter, het is niet zo. Ja, ik snap heel goed de vraag, ik begrijp het niet verkeerd. En ik snap ook heel goed het ongemak. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat de Tsjechische regering, ik heb dat uitgeschreven in de brief, eigenlijk helemaal niet zo gek veel openbaar heeft gemaakt. Alleen heeft gezegd dat ze die twee personen, die entiteit, op de sanctielijst hebben geplaatst.
En vervolgens zijn er allerlei berichten over verschenen in media, waarin en een link met Nederland wordt genoemd, die niet in het oorspronkelijk bericht van de Tsjechen zat, en ook namen daarbij gevoegd. Het punt is alleen, het is niet de taak van de dienst om namen te verifiëren of te kijken of de namen die in de krant staan kloppen. Dat is niet het werk van de dienst, want als dat zo zou zijn, ja, dan zou je waarschijnlijk een dienst vragen vroegtijdig, ontijdig, zaken bekend te maken die eigenlijk het werken van de dienst onmogelijk maken. Daardoor lukt het niet om onderzoeken daadwerkelijk af te ronden. Daardoor zal het ook in mindere mate mogelijk zijn om zaken daadwerkelijk voor de rechter te kunnen krijgen op enig moment. En als zaken al voor de rechter komen en het kabinet zou zich hebben bezondigd aan het vroegtijdig noemen van namen, dan leidt het mogelijkerwijs ook nog tot strafvermindering. Dat moet je al helemaal niet willen. Kortom, de heer Wilders zegt het goed en ziet het goed. Nationale veiligheid is eigenlijk het enige wat echt telt. En daarvoor moet het gegarandeerd zijn dat de werkwijze van de dienst totaal in geheimhouding kan gebeuren. Dat bronnen altijd beschermd zullen worden. En dat als al over wordt gegaan tot een van de mogelijkheden uit het handelingsrepertoire van de AIVD, dus het komen tot een ambtsbericht of het doen van een mededeling of het komen tot een waarschuwingsgesprek of het derubriceren van informatie, dat dat pas gedaan zal worden als dat bronnen niet in gevaar brengt, de werkwijze van de dienst niet exposed en als dat strafvervolging nog steeds mogelijk maakt. Dus zodra de nationale veiligheid er niet meer door geschaad kan worden, dat is het moment waarop de AIVD open kan zijn in de bevindingen als het om dit type casuïstiek gaat. Dat zullen we eerder en in grotere mate kunnen doen in de CIVD, uiteraard, want daar leggen we verantwoording af over het werk van de dienst. Maar er kan een moment komen, dat is waar, er kan een moment komen dat de AIVD juist kiest om openbaar te maken. En dat hebben we inderdaad eerder gedaan. Dat is genoemd door een aantal collega's, dat hebben we inderdaad eerder gedaan. Onlangs overigens nog heeft de MIVD dat gedaan, toen het een spionagezaak van de Chinezen betrof. Dus dat is onderdeel van het handelingsrepertoire van de dienst.